Deze hortensia's die hebben iets unieks. Waarbij je normaal gesproken alleen de bloem aan de bovenkant van de plant ziet, krijg je ze hier ook aan de zijkant te zien. En zo zitten ze helemaal vol. Dat doen ze van juni tot en met oktober. En dat is best een lange bloeitijd. Dit noemen ze de Hydrangea Frozen Smoothie. En dat heeft alles te maken met die prachtige kleur van die bloemen. Hou er rekening mee dat als je hortensia's in je tuin neerzet, dat de zuurte van de grond de kleur van de bloem kan bepalen. Als je nou een zure grond hebt, dan zal de kleur van de bloem blauw worden. Maar dat mag de pret niet drukken. Hij heeft ook nog eens een hele mooie najaarsverkleuring. Zo heb je dus veel langer plezier van deze hortensia's.